twee tonnen van leeg. Ik kan het echt niet meer. Het is een hele drukke dag geweest. We hebben veel meer stemmen dan ooit hier verwerkt. Normaal zouden er hier maximaal 1250 kiezers kunnen komen. Er zijn er vandaag bijna 1500 geweest. Dat komt omdat veel ambtenaren hier stemmen en ook mensen vanuit andere wijken hier komen stemmen omdat ze toevallig in de stad zijn. Hoe is dat om te tellen? Vermoeiend. Het is veel werk, zeker met die enorm grote stembiljetten. Hoe gaat dat nou in zijn werk? In principe tellen wij alle personen tellen we als eerste, de lijsttrekkers. En dan maken we stapels van 25. Die leggen we bij op elkaar. Dan tellen we dat allemaal bij elkaar op. En daarna gaan we de voorkeurstemmen tellen. Er kunnen af en toe wel een stelfout in zitten. En daarom wordt het dan nog een keer geteld. En als het dan nog niet klopt, wordt er nog een keer geteld. Net zolang tot er een aantal bij zit waarvan wij zeggen van ja, dat vinden wij goed. Het is toch een behoorlijk geworstel met papier. Is dat voor herhaling vatbaar? Wat mij betreft niet. Ik ben in de tijd degene geweest hier die bevorderd heeft dat de stemmachines in Almelo werden aangeschaft. Toen werkte ik hier nog op stadhuis. En die zijn afgeschaft om een aantal redenen waarvan je kunt zeggen, daar zit duidelijk iets in. Maar dat had verbeterd kunnen worden om toen de stemmachines af te schaffen. Dat is een heel dom idee geweest. Dat is een weggooien van kapitaal geweest. En betekent dat het nu een enorm werk is. En we zijn hier met heel veel mensen druk bezig geweest. En we zijn eigenlijk vrij snel. Ik had dit niet verwacht. Hoeveel mensen had u aan het werk? Wij waren met 7 leden op het stembureau en 6 tellers vandaag. Dus we waren met z'n 13e. De meerderheid mag naar huis gaan. Laten we zijn en inpakken, dat doen wij wel.